Dit jaar deden 11 groepen een gooi naar de hoogste eer bij het Loeiersfestijn dat dit jaar voor het eerst op de Noordkade werd gehouden. Voor de jury onder leiding van prins Hannes III werd het moeilijk kiezen. Wij letten vooral op de stukje beweging op het podium. En ik vind de tekst heel erg belangrijk. Een leuke tekst erin, maar ook nog een stukje te maken heeft met Vekkel en met Kuusgat, dat vind ik heel belangrijk. Maar ook belangrijk dat ze de zaal meekrijgen. Ja, absoluut heel belangrijk. En de mensen kunnen mooi meelezen met de teksten. En dan vanzelf als het deuntje leuk is, dan gaan ze de zaal ook wel meekrijgen. Dus dat lukt wel. De dansmariekes die deden het ook leuk, hè? De dansmuziek deed heel erg leuk. Het was natuurlijk wel heel erg grappig dat ze met een kale kop op het podium kwamen. Maar het liedje was ook leuk en voor mijn gevoel kreeg ze de zaal ook wel heel erg goed mee. Ja, die kale kop, waar komt die vandaan? Ja, drie keer raden. Wil je hem zien even? Kijk eens, het klopt eraf. Daar komt hij vandaan. En daar waren de kussengatters het wel mee eens. De dansmariekes wonnen de publieksprijs. De derde prijs ging naar de Vrije Vleugels. De Promilikantjes werden tweede. En de winnaars van het Loeiersfestijn 2019 werd... Voordat ik de naam noem, kan ik nou alvast één ding verklappen. De rest van de komende carnaval in ruzie. Commissie Confetti! Jan, van tevoren had je dit niet verwacht natuurlijk. Nee, zeker niet. Zeker niet. Wat vind je, wat vind je van het lied? Ja, wat kan ik daar nou over zeggen? Het is super. Maar ja. Gaat gewoon gebeuren. Het is zo onverwacht. Ja, volgens mij slaap je vandaag niet nou. Nee, daar weet ik wel zeker van niet. Het wordt wel een leuke carnaval denk ik. Ja, dat wordt een super carnaval. Dat weet ik zeker. Als de zesje, Jan.
Sure, man.